Oké. Een van de kerncepten uit Marxistische politieke economie is het concept van surplus, of in het Engels surplus. En om dat te begrijpen moeten we een klein gedachte-experiment doen. En dit gedachte-experiment klinkt misschien in eerste instantie een beetje naïef. Dat je denkt van ja, maar zo werkt de wereld niet. Maar het is in dit experiment juist de bedoeling dat we een beetje voor de sake of the argument eerst een hele hoop nuance en details weglaten en die daarna langzaam weer stap voor stap toevoegen. Oké, zo. Stel dat de productiemiddelen, dat is een soort ja, marxistische term, die je overigens ook wel in andere theorieën tegenkomt, maar land, fabrieken, machines, alles wat we gebruiken om te produceren. Stel dat die productiemiddelen min of meer eerlijk verdeeld zouden zijn, of in ieder geval binnen ieders bereik. Vervolgens kunnen we stellen dat het een bepaald aantal uren kost om een bepaald product te maken. Dus bijvoorbeeld het kost men ongeveer 4 uur om een brood te bakken en het kost me ongeveer 100 uur om een ploeg te smeden. Om het maar even in de 19e-eeuwse context te houden. Oké, dus we redeneren vanuit de ideeën van Marx. Stel ik wil een ploeg, dan ben ik bereid om daar iets voor te betalen of in te ruilen wat mij 100 uur kost om te maken. Niet meer. Als iemand mij meer zou vragen, dan zou ik die ploeg zelf wel gaan maken. Zou ik die productiemiddelen regelen, zou ik die ploeg gaan maken. In deze situatie worden dan volgens Marx dus alle producten verruild tegen hun daadwerkelijke waarde. In termen van hoeveel tijd het kost om het te maken. Ja. En dat is dan die labor theory of value waar je in het artikel ook over leest. Dus ja, het kost 4 uur om een brood te bakken, het kost me ongeveer 100 uur om een ploeg te smeden. Als ik dan ja, een ploeg wil kopen, dan ga ik daar niet iets voor betalen wat mij meer dan 100 uur kost om te produceren. Oké, nou gaan we nu langzaam de boel een klein beetje realistischer maken. Want ja, natuurlijk, niet iedereen kan een ploeg maken en niet iedereen kan brood bakken. Sommige mensen zijn er beter in dan anderen. Maar alsnog is er dan volgens Marx zoiets als het aantal uur dat er in een bepaalde samenleving door een gemiddelde smid gewerkt moet worden om een ploeg te maken. Dus het aantal uur dat er in een bepaalde samenleving door een gemiddelde smid gewerkt moet worden om een ploeg te maken. En dat noemt Marx de abstract necessary labor time. En het idee blijft dan alsnog dat je als bakker, als je dan om een of andere reden een ploeg wil kopen en die ASNLT, de Abstract Socially Necessary Labor Time, van brood is 3 uur en de ASNLT van een ploeg is 90 uur, dat je dan maximaal bereid bent om 30 broden, of de opbrengst van de verkoop van 30 broden, voor die ploeg te betalen. En het idee is dat als die smid dan zegt, ik wil daar de opbrengst van 33 broden voor. Dat mensen dan zullen zeggen van ja, hoor eens, die smid die is gewoon ja, 3 keer 3 uur. Die 3 broden die 3 keer 3 uur kosten om te produceren, niks aan het doen. Terwijl anderen werken. Dat is niet eerlijk. Dat is geen eerlijke uitruil. Die zullen dan misschien zeggen, nou dan word ik smid en dan ga ik ploegen maken voor minder en dan ga ik verkopen. En uiteindelijk zal dan volgens Marx dus die ploeg gewoon weer verkocht worden voor wat de maatschappij gemiddeld genomen 90 uur kost om te maken. Oké, nou, alsnog steeds natuurlijk een super soort van stripped-down verhaal, niet realistisch. Het is een soort van basisidee wat we nu moeten gaan invullen om het realistischer te maken. In de praktijk zijn er natuurlijk allerlei situaties waarin iemand voor 1 uur werkt in ruil voor iets waar iemand anders 10 uur voor heeft gewerkt. Ja, waarom is dat? Hoe komt dat? Nou, er zijn allerlei antwoorden natuurlijk op. Soms is iets gewoon schaars, als iets om een of andere reden minder makkelijk geproduceerd kan worden, of als de vraag toeneemt, dan kunnen de prijzen ineens heel erg verschieten. Ook kun je zeggen, het ene werk is zwaarder dan het andere werk, dus het aantal uur wat je werkt zegt niet per se alles. Maar voor Marx is er één historische ontwikkeling die deze situatie, waarin producten gemiddeld genomen tegen hun daadwerkelijke waarde, in termen van hoeveel uren het kost om ze te maken, worden verhandeld, teniet doet. Dus een één historische ontwikkeling die situatie teniet doet. En dat is de scheiding van arbeid en kapitaal. Simpelweg, als persoon A alle productiemiddelen afpakt van persoon B, dus waar we het over hadden, machines, land, gereedschap, ja, dan is die persoon B ja, totaal afhankelijk van persoon A. Dan zegt degene die bijvoorbeeld het land heeft, ja, jij mag best gebruik maken van mijn land. Maar dan moet je de helft van de dag voor mij werken. Met andere woorden, iemand geeft 12 uur aan arbeid, maar het loon wat diegene krijgt is maar 6 uur waard. Bijvoorbeeld de helft van de aardappelen die diegene die dag gerooid heeft.
Dus die 6 uur, die krijgt de kapitalist gratis. En dat is surplus. En dat was de vraag waar ik mee begon. Dus, en dit is voor Marx de essentie van het kapitalisme. Dus mensen zijn historisch gezien in een afhankelijkheidspositie gebracht, arbeid. En dat is vaak met geweld gepaard gegaan, met afpersing, samenzwering. En waardoor dus die mensen nu gedwongen zijn om bijvoorbeeld de helft van de dag, ik verzin dat, die verhouding, maar bijvoorbeeld de helft van de dag, of in de praktijk nog vaak veel meer, eigenlijk gratis voor iemand anders moeten werken. Waarbij de kapitalisten dus surplus afromen. Nou goed, die afhankelijkheidsrelatie verandert natuurlijk over de tijd en over de ruimte. Die onderhandelingsposities verschuiven constant. Dus dat is waar de Marxistische politieke economie grip op probeert te krijgen. Om het soort van heel een beetje versimpeld te stellen. Na de Russische Revolutie bijvoorbeeld in Europa waren de kapitalisten in West-Europa als de dood dat de arbeiders hier ook met geweld al die productiemiddelen weer zouden terugpakken of zouden collectiviseren. Dus waren ze bereid om een groter deel van de opbrengst, van die kapitalistische opbrengst te delen. Met als gevolg de verzorgingsstaat. Maar goed, sinds de val van de muur, eigenlijk de dreiging van het communisme verdwenen is, wordt diezelfde verzorgingsstaat eigenlijk op allerlei plekken in de wereld onder allerlei neoliberaal beleid langzaam weer ontmanteld. Dus ja, Marxistische politieke economie probeert dat te begrijpen. Probeert hoe het verschuiven van onderhandelingsposities binnen landen, tussen landen, tussen arbeid en kapitaal, ons kan helpen om te verklaren hoe het komt dat de een 1 uur werkt voor iets waar andere mensen 10 uur voor moeten werken. Of dat jij met 1 uur genoeg verdient om te kunnen kopen waar 10 andere mensen 1 uur voor gewerkt hebben, om het op die manier te stellen. Oké, hier kun je nog veel meer over zeggen. Dit is natuurlijk een enorme versimpeling van wat Marx zegt en waar de Marxistische politieke economie op neerkomt. Ik heb nog één laatste puntje waarin ik specifiek nog inga op de link met de natuur, omdat we het natuurlijk in dit vak over de link tussen de economie en de natuur hebben. Heeft ook eigenlijk natuurlijk een heel hoorcollege nodig, maar als ik het gewoon heel eventjes simpel stel, dan gaat het volgens de eco-Marxisten, dus dat is een hoek binnen de Marxistische politieke economie die vooral kijkt naar de relatie met de natuur, komt het erop neer dat eigenlijk de kapitalisten door het systeem gedwongen worden om arbeid en natuur maximaal uit te buiten. Dus het idee is dat kapitalisten die dat niet doen, die dus niet die arbeid en die natuur maximaal uitbuiten, uiteindelijk gewoon marktaandeel verliezen en uit de markt worden gedrukt. Kapitalisten hebben vervolgens allerlei trucs om die armoede en de vernietiging van de natuur en alle ellende soort van buiten de deur te houden, bijvoorbeeld door het naar het buitenland te exporteren. Maar volgens Marx en volgens die eco-Marxisten, een deel van die eco-Marxistische analyse gaat over wat er in het verleden gebeurd is en hoe we de huidige wereld kunnen begrijpen. Maar er zit ook altijd een bepaald idee bij van hoe het in de komende jaren, decennia, eeuwen moet gaan, hoe de boel verloopt, hoe zij verwachten dat de boel gaat verlopen. En Marx zelf, die was ervan overtuigd dat op een gegeven moment de arbeiders in opstand zouden komen. En de eco-Marxisten zouden daaraan toevoegen dat de natuur op een gegeven moment in opstand komt. En dus dat die arbeiders uiteindelijk de productiemiddelen zouden gaan democratiseren, zouden gaan opeisen. En om zo uit die rat race te stappen, waarin al die kapitalisten eigenlijk nu vastzitten, waarin zij, om maar geen marktaandeel te verliezen, gedwongen worden om arbeid en natuur uit te buiten. Dus Marx die verwachtte dat die productiemiddelen zouden worden gedemocratiseerd, en dat die arbeiders op die manier uit die rat race zouden stappen. En die rat race die hen dus elke dag dwong te werken voor een soort parasitaire elite. En die ook elke dag hun eigen milieu vernietigde. In plaats van het milieu van de mensen die daar elke dag de beslissingen over namen. Dus tegen de neoclassieke economie zouden die eco-Marxisten zeggen van het is allemaal leuk en aardig dat internaliseren van de externaliteiten, maar het is dweilen met de kraan open. Het is het systeem, het kapitalisme, dat ons onderdrukt. En het is dus ook het systeem dat moet veranderen. We kunnen daar individueel niet uitstappen. We kunnen dat alleen samen doen. En
ja, dat dat nog niet gebeurd is, komt omdat degene die daar tot nu toe het elke dag aan het kortste eind trekken, niet over de invloed beschikken om daar op een gegeven moment een stokje voor te steken. En dat is wat de komende tijd wel moet gaan gebeuren, zeggen de ecomarxisten. Dus ja, wat mij betreft, op zich is het wel verwonderlijk dat we bij FPS, waarin zo'n nadruk ligt op systeemdenken, hier ja, relatief weinig aandacht voor is. Maar misschien krijgen we daar de komende jaren alsnog tijd voor. Er zijn nog wel andere vakken ook waarin we hierop terug kunnen kijken. En we hebben dus deze week een werkgroep waar we het over kunnen hebben. Oké, hierbij wilde ik het laten. Dank jullie wel voor het luisteren. En sorry voor de afwezigheid van leuke slides.